Deze week bij Sieraad Judith Bloetjes. 2 jaar experimenteerde zij op haar in zilver gezette porseleinen ring. Het resulteerde in een technisch hoogstandje. Mijn edelsmid waarbij ik in de leer was, die... Toen ik hem vertelde dat ik dit wilde maken, zei hij, nou ja, Judith, dat kan niet. En er is echt een ruit hier gesprongen door zo'n stuk porselein wat een stuk sprong. En de vloer bijna een keer in de fik. Maar ik heb een kiezer erin gezet en het kan wel. En Eline van der Laag, voor wie een sieraad meer dan alleen mooi moet zijn. Ik ben een stemvorkarmband aan het maken. Is gemaakt van aluminium. En dat droeg ik zo. Maar als je hem dus tegen de tafel aanslaat, of iets anders, dan hoor je een A440. Maar dat is deze dus nog niet. Deze is nu een G. Dus ik moet nu nog een behoorlijk stukje eraf zagen. Nou, gaan we even opnieuw meten. Zo heb ik er eentje aan Pat Metheny gegeven en Stevie Wonder. Nou, Stevie Wonder vond het helemaal te gek. Een grap dan nog, zoiets heb ik nooit gezien. Maar dat was natuurlijk ook wel heel erg duidelijk. Maar het was leuk om te geven, want ik ken eigenlijk ook geen blinde mensen. En dit is toch een sieraad wat je kan voelen, maar wat ook nog iets kan doen. Zodat een blind iemand daar ook nog plezier van heeft. Ik vind het leuk als een sieraad mooi is. Maar ik vind het nog veel leuker als er iets kan veranderen. Nou, mooi collier. Maar er staat dus, Will You Marry Me? Nou, dat is het ultieme cadeau om iemand ten huwelijk te vragen natuurlijk. Dus ik heb voor klanten al diverse colliers gemaakt met verschillende teksten erin. Heel persoonlijk. Dus het is een collier met taal. Dit zijn allemaal segmentjes. Kijk, die wil ik ook zo op een ring zetten. Die wil ik ook zo op een ring zetten. Dit is ook hetgeen wat mijn werk bijzonder maakt. Porselein is eigenlijk een isolator. En zilver moet natuurlijk glijden. Dat moet ik solderen. En omdat het porselein een isolator is, neemt dat heel veel hitte weg. Normaal soldeer je zo rond 600-700 graden. Maar als ik dit soldeer, omdat het porselein zoveel hitte wegneemt, soldeer ik het op 1000 graden of 1100 graden. En dan gaat het porselein ook weer werken. En ik moet niet uitademen als ik dit aan het solderen ben, want dan springt ineens het porselein stuk. Dus het moet heel rustig gesoldeerd worden en dan gaat het goed. Zilver werkt eigenlijk als een soort stootring. En hier in mijn atelier op mijn houten vloer kan ik alles laten vallen. Dat gaat altijd goed. Maar ik maak ook wel wat kwetsbare ringen. Kijk, zoals deze. Dit is natuurlijk alleen porselein. Als je dit op de vloer laat vallen, zo op een stenen badkamervloer, dan is die wel doormidden. Het is handwerk. Ik heb daar lang aan gewerkt met al mijn liefde en aandacht. Dus dat het ook met aandacht gedragen wordt, vind ik ook wel een mooi beeld. Hier zitten de pareltjes los in. Die heb ik eigenlijk weer bedacht. Hoe kan ik een parel laten rollen? Maar wel dat het spannend is. Niet gewoon een buisje waar die parel heen en weer gaat. Dus eigenlijk heb ik bedacht, de parel komt uit een oester. Laat ik die oestervorm maken. En ze vallen er net niet uit.
om- en omring. Dat is 18 karaat geelgoud, maar ook witgoud. Dus je kunt ze allemaal om en om draaien in de juiste kleuren. En zo kun je dus combinaties maken. Ik heb hem ook wel eens gemaakt met diamanten erin. Dus dan kun je de diamanten wegklappen als je in de metro zit. De ring die ik zelf draag vind ik eigenlijk een van de mooiste ontwerpen. Het is heel simpel. Dit zijn dan drie ringen met de buitenste band diamanten. En door het dragen beweegt dat. Vroeger werden diamanten geslepen om het licht te vangen. Tegenwoordig kunnen we het licht heel klein maken. Waardoor eigenlijk die diamant niet meer gemaakt hoeft te worden. Door kleine gaatjes te maken en een klein lichtje erachter krijg je bijna hetzelfde effect. Zelf voornamelijk als keramist. En van mijn liefde, van mijn porselein, maak ik sieraden, maar ook objecten, vaasobjecten, installaties. En eigenlijk is alles afgeleid van de cirkel. Of ik werk met cirkels, of mijn vormen zijn afgeleid van de cirkel. Voor mij is een mooie hele cirkel, staat ook voor harmonie. En dat is ook iets wat ik nastreef in mijn leven, maar ook in mijn werk. Sieraden vind ik helemaal fantastisch, maar soms moet ik even groot werken. En heb ik behoefte aan wat groter te draaien en dit soort vormen te maken. En zo heb ik ook een aantal verzamelaars die kopen dan iedere keer weer wat. Hè. En zo kan je dus je eigen installatie bouwen. Ik heb een opdracht gekregen. Ik heb daar een bed gemaakt. En daar heb ik allemaal porseleinen ringen omheen gelegd. Zodat mensen behoedzaam en met aandacht in hun bed zouden stappen. En ik heb een hemeltje gemaakt van snoeihout. Op de uiteinden heb ik dan een vaasje gezet. En aan de bovenkant heb ik er roosjes in gezet. Slapen als een roos in een bed van porselein. Dat was de titel van het bed. Het is eigenlijk gewoon vaak achter mijn werkbank zitten, dingen maken en daaruit ontstaat weer wat. Veel mensen zijn gestrest in deze tijd en spelen vaak ook met hun ring tijdens vergaderingen, heb ik gemerkt. En het leuke van deze ring is dat het eigenlijk een soort stressring is. Je kan hem draaien ten opzichte van elkaar, maar ertussen zitten ook weer balletjes. En die bewegen ook. Ik speel zelf mondharmonica. Terwijl ik ermee bezig was, blijkt het ook nog eens te kunnen dat je twee of drie gaatjes dicht houdt met je tong. En daar om je tong heen blaast. En dan kan je dus octaven blazen. Nou ja, ik ben natuurlijk wel een beetje lui. En ik dacht, goh, kan ik daar wat voor verzinnen? Kan ik geen mondstuk maken voor op de mondharmonica? Ik heb het dus gemaakt. Dat is dit mondstukje van zilver. Er zitten twee gaatjes in. Die kun je dus precies die octaven blazen. Maar je hoeft maar één gat om in te blazen. En dan krijg je meer geluid van een accordeon. Volgende week de ontwerpers achter Gem Kingdom. Waar we echt mee begonnen zijn is nog vroeger is dit, 1990 ongeveer, maakten we sieraden met scherven en veel glaskralen. Het was vooral creativiteit die we verkochten. Dat was ontzettend veel werk. Het was heel veel werk, ja. En 3D-prints van Els Cuvelier.